Baba Zumba, Baba Zumba, Baba Zumba. And Amsterdam Zumba. Ik wil wel vast. Ik denk dat het ook bezig is. Ik wil nogmaals de vraag stellen. Hoe willen jullie dat controleren? Dus ja, het is een eigen verantwoordelijkheid. Maar als jullie die verantwoordelijkheid niet nemen, dan zijn we allemaal de dupe. Daar gaat het om. Het gaat om de grote poster. Kijken, zulke dingen. Waarom zou daar een totaalverbod op moeten komen? Nog als ik op mijn eigen middelbare school alle vier op zitten, zijn hartstikke veel posters van mooie abonnementen zelfs, telefoonabonnementen, vind ik zo slecht. Want films. Iedereen wordt erdoor aangeleerd van, dat dan moet ik het waarschijnlijk ook wel hebben. En dat is ook weer een klein stukje groepsdruk, waar je toch in geval. Dan is het toch alleen maar positief dat je op dat moment de kans hebt om juist het te kopen. Zie zo'n een poster. Een reclameposter over een nieuwste iPhone 5 die je wilt kopen. Maar heb je nou echt een iPhone 5 nodig? Puur voor de apps of heb je nodig om te bellen? Heeft iedereen een mobiel? Het is... Oké, schrijf op, hè? Jongeren moeten betaald worden voor een stage. Als je leert en je gaat naar school, dan krijg je ook niet vergoed. Je hoort geen vergoeding te krijgen voor kennis, want kennis dat is jouw vergoeding. Als ik naar mijn opponenten hier moet luisteren, dan ga ik er bijna vanuit dat we als jongeren in een slachtofferpositie zitten. Graag een concreet antwoord van u. Na 6 uur ben je gewoon kapot, want je hebt het hier niet over achter de bank zitten om weet ik veel sommetjes te maken. Je bent hard aan het werk in de praktijk, maar ook misschien met theorie. Daarom vinden wij dat daar een vergoeding tegenover moet staan. Ja, jullie hebben een pauze en ja. Goed gedaan. Ja, ik ging ook even gelijk een stap naar. Ik heb niet wat er ging gebeuren.